Houtkanten, hagen, knotbomen, het zijn allemaal houtige kleine landschapselementen. Veel daarvan diende vroeger als grens tussen percelen, maar nu dreigen ze steeds meer uit het landschap te verdwijnen. Nochtans zijn ze voor heel wat planten en dieren fijne plekjes om te leven. Denk maar aan steenuilen en vleermuizen die vaak in houtkanten of knotbomen leven. De VLM biedt landbouwers met houtige kleine landschapselementen beheerovereenkomsten aan. Zo willen we landbouwers stimuleren om hun hagen, heggen, houtkanten en knotbomen te behouden en goed te onderhouden, want ze zijn belangrijk voor de biodiversiteit op het platteland. Beheerovereenkomsten voor het onderhoud van houtige kleine landschapselementen kun je in heel Vlaanderen sluiten. In wat volgt geef ik u graag wat meer uitleg over deze beheerovereenkomsten. De beheerovereenkomsten voor het onderhoud van houtige kleine landschapselementen kunnen we in drie groepen indelen. De beheerovereenkomst jaarlijks snoeien, de beheerovereenkomsten afzetten terugsnoeien en de beheerovereenkomst knotten. Sluit u voor een haag een beheerovereenkomst jaarlijks snoeien, dan moet u die haag elk jaar aan beide zijden, aan de bovenkant en over de volledige lengte snoeien, buiten het broedseizoen, dus niet tussen 1 april en 15 juni. Uitheemse en afgestorven planten moet u verwijderen en vervangen door inheemse soorten die al in de haag voorkomen. Voor de beheerovereenkomst jaarlijks snoeien ontvangt u een jaarlijkse vergoeding van €1,95 per meter. We bieden ook beheerovereenkomsten aan voor het afzetten en terugsnoeien van houtige kleine landschapselementen. Niet elke heg of houtkant heeft evenveel onderhoud nodig. De vergoeding hangt af van het aandeel van het klein landschapselement dat onderhoud vraagt. De jaarlijkse vergoeding ligt tussen €1.827 en €2.882 per hectare. Afzetten en terugsnoeien doet u tussen 1 november en 15 maart, wanneer de bomen en struiken in rust zijn. Ook hier moet u uitheemse planten verwijderen en vervangen door inheemse soorten. Ten slotte kan u ook voor het onderhoud van knotbomen een beheerovereenkomst sluiten. U moet de bomen tegen het voorjaar van het vierde jaar van de overeenkomst geknot hebben. Knotten doet u in de periode tussen 1 november en 15 maart, wanneer de bomen in rust zijn. Vervang afgestorven knotbomen door bomen van dezelfde soort. Voor een beheerovereenkomst knotten bedraagt de jaarlijkse vergoeding €8,51 per boom. En hiermee heb ik de beheerovereenkomsten voor het onderhoud van houtige kleine landschapselementen toegelicht. Voor de beheerovereenkomsten voor soortenbescherming en voor bufferen en verbinden verwijs ik u graag door naar de andere toelichtingen op onze website www.vlm.be/beheerovereenkomsten. Wenst u meer informatie over de beheerovereenkomsten of heeft u interesse om een beheerovereenkomst te sluiten? Contacteer dan zeker de VLM-bedrijfsplanner in uw buurt. Onze bedrijfsplanners geven u gratis en vrijblijvend uitleg over welke beheerovereenkomsten u kan aanvragen. Ze ondersteunen u bij het indienen van het aanvraagformulier en begeleiden u tijdens de looptijd van de vijfjarige overeenkomst. Ook de contactgegevens van de bedrijfsplanner in uw buurt vindt u terug op onze website. Bedankt voor uw aandacht en hopelijk tot gauw!